Bewoners uit de verschillende dorpen van het Boven-Suriname-gebied in het district Sipaliwini hebben te kampen met een voedseltekort. Door de aanhoudende regens van de afgelopen maanden zijn veel bewoners hun gewassen kwijtgeraakt, waardoor ze nu in de problemen zitten, zegt districtscommissaris Ndepe Dinge van Boven-Suriname tegenover onze redactie. De burgervader heeft wel de hulp ingeroepen van de regering om er alles aan te doen om de dorpsgemeenschappen te helpen. Altijd hoe de etakje voor jepi, maar if you jep was maar amos de ka jepi, zijn je ook al je. Ik kan takje je jep als maar asari maar aan opbegrijp van verdwijnen dat aan ook jepi. Maar mistefe tak nanga dins maar, takje loku, jouwe libi instrana, alles aan zijn plani, hij gro. Nos no wakti lanti, om lanti Yusef na lanti. Heb je wakti voor foto uit, dat oud duurt maar te lang, maar te tempo si fin jepi. Maar if je maar planning wants and say you also put in no that would tak nanga lanti fu yepunu nanga sande kan yepunu om dat photo safe our problem to and that we di aboskop na den different ministry fu taki make the yep des mananga nyansani in a fosi PCDC want no de na mart and adre tin nanga a linkedin e jiwa so to taki Desma Prani en al deze. Naast het probleem van de uitgestorven gewassen is er ook het probleem dat producten in het achterland veel duurder zijn dan in Paramaribo. De burgervader snapt waardoor het komt, maar er moet een ander alternatief gezocht worden voor de mensen die het geld niet hebben. Le fayu taki alasan diri ina grond tapo en if asani moto fu foto kon ja da ya wan pichi transport. Voor ja voor go in den dorp ja ba tot rapje transport dus dat alles is aan die gasoline space olie dus aan dat diri wel kala omdat winkeli no de gomoro faran in den dorp tot achoni ja bon winkeli pe ik kan supermarkt pe kan buy sani maar in den dorp na hostel dat if was ma buy sani 10 koru ja 10 srd ja dat voor charing go in den dorp dat au pay transport kost dat ala tinsan sa de pot go in a boto des mai aksi 100 srd dat bi charing go dorp dat pe fuseri dat ye praktik au drimal apres fu foto. De burgervader hoopt dat de regering wederom naar een mogelijkheid zal kijken hoe de kwestie van de hoge prijzen in de districten op te lossen, vooral voor bewoners van Boven Suriname.